Misschien heel even kort mezelf voorstellen. Ik ben Katrien. Ik werk voor TONET, Technologie Ondersteund Levenslang Leren. En we zijn een onderdeel van Klassement. Mijn collega's, Davy, Nancy, Jan en Tina, voilà, ze komen allemaal stilaan in beeld, zullen samen met Inge Donkervoort vanuit Nederland, want het webinar wordt samen georganiseerd, jullie vragen beantwoorden. En ik ga jullie proberen dit uurtje door een aantal zaken rond afstandsonderwijs, rond e-leren te leiden. Dus op die manier heb je toch een beetje kennis gemaakt met wie achter de knopjes zit en van zodra dat we kunnen starten. Dus welkom bij deze webinar. Het is ondertussen denk ik de 7e keer dat we deze organiseren, maar je zal, als er mensen zijn die het al hebben meegemaakt, merken dat we toch wel steeds ook andere vragen binnenkrijgen, dat het niet continu dezelfde webinar is die opnieuw herhaald wordt. Volgende week dinsdag gaan we opnieuw dit stramien raad of organiseren. En dan gaan we kijken of dat we donderdag hetzelfde doen, of dat we donderdag een ander thema aansnijden, afhankelijk van hoeveel vragen we gaan nog binnenkrijgen. Maar op dit moment krijgen we toch nog wel wat vragen binnen die vooraf gesteld worden. Aarzel vooral niet als we zo dadelijk starten, dat je als je een vraag hebt, dat je de Q&A daarvoor gebruikt. We krijgen heel dikwijls de vraag van ja, hoe is dat afstandsonderwijs of dat online leren eigenlijk allemaal ontstaan en hoe gebeurt dat allemaal? Wel, eigenlijk heeft dat zijn oorsprong een 12-tal jaar geleden gekend in het volwassenenonderwijs, maar men noemde dat op dat moment vooral gecombineerd leren, dus een mix van contact- en afstandsonderwijs. Een aantal momenten in de klas en een aantal momenten dat er dan les werd gegeven op afstand. Voor ons hebben we ook online leren en online leren is het, ja, ICT inzetten om vaardigheden te oefenen. Dus op dit moment, zoals het er nu sinds een drietal weken aan toe gaat, is het vooral het online leren en ICT inzetten om herhaling te geven. Wat na de paasvakantie gaat komen, zullen we moeten bekijken, is voor ons ook nog even een raadsel. Je weet dat er drie scenario's klaar liggen: ofwel dat de scholen terug open gaan, ofwel dat het tot ergens in mei wordt verlengd en dan zal er nieuwe leerstof, dat er pre-teaching kunnen gebeuren, ofwel dat het nog later wordt. Maar voor zowel afstand als online leren is het belangrijk dat leerlingen kunnen plaats- en tijd onafhankelijk werken. Onze tip is wel, geef daar een deadline bij. Want als je geen deadline geeft. Oei, Nien, zie je alleen mijn startscherm? Normaal gezien zou Wij je. zien dat enkel starten om 10 uur, Katrien. Dus Oeh. moet even kijken of alles goed ingesteld staat. Dan klopt er iets niet. Dat klopt. Ja. Ja. Oké. Nu wel. Nu wel? Dus plaats en tijd onafhankelijk werken, maar tegen een bepaalde deadline. Omwille van als je geen deadline zet, ja, dan ga je dat meestal ook niet binnenkrijgen. Of allemaal tegelijk krijgen in één grote pakket. Dus om dat te voorkomen is het toch wel belangrijk om een schema en zeker die deadlines mee te nemen. Ik ga jullie ook meenemen naar een website. Een klein momentje, dan ga ik mijn scherm. Opnieuw met jullie delen. Als het goed is, zien jullie nu de website met Blended Leren en ALO. Ja. Ik kan daarop aanmelden. Je zal merken als je aanmeldt, je kan dat doen met een login aan te maken of je kan dat doen met Google. Nu, ik ga dat even doen met Google. We hebben daar een account. ALO staat voor de Adult Learners Online en was een IWT-project, een SBO-project, een 4-jarig project dat vorig jaar is afgelopen rond online leren, blended leren. In de volwasseneneducatie, maar het is zeker ook bruikbaar in alle andere onderwijsniveaus, dus niet alleen op niveau van volwassenenonderwijs. En het was een onderzoeksproject waarbij de universiteiten UGent, VUB, KU Leuven meewerkten en TONET deed de valorisatie, dus betekende, we zetten het onderzoek om in een aantal tools.
Ik ga niet heel die website doorlopen, want dat zal ons te ver leiden. Maar er zit zeker heel veel informatie in die nuttig is. Ik ga jullie meenemen naar een drietal zaken. Een van de zaken is de 7 bouwstenen. En 7 bouwstenen waaraan een goede online les zou moeten voldoen. En de eerste is dat je het zou moeten maken en aansluiten bij de leefwereld van je doelgroep. Dus van leerlingen, van cursisten, van studenten, afhankelijk van wie je doelgroep is. Dat het ook moet aansluiten bij de noden van elke individuele leerling. Flexibiliteit, dat ze dus kunnen werken wanneer en dat zij kunnen tijd of ruimte daarvoor kunnen maken, op een eigen tempo kunnen werken. Daar zeker ook bij vermelden van probeer ze niet te overladen. Daar kom ik straks ook op terug. Dat leerlingen zeker in het lager en secundair onderwijs eerste, tweede graad niet ineens enorm veel materialen krijgen en dat ze zoiets hebben van, hoe moet ik dat hier gaan doen? En je ook de vorderingen mee opvolgt, uiteraard. Dat er interactie is, interactie tussen cursisten of tussen leerlingen en tussen de leerkrachten. Momenten van reflectie inbouwen, dus dat zijn de zaken die zeker aan bod moeten komen. Nu, als je als leerkracht plots hoort van wij gaan hier online gaan, zoals een paar weken geleden, op 2 dagen tijd van de scholen gaan dicht en we gaan online gaan, dan gaat er heel veel veranderen aan je eigen rol als leerkracht. En je gaat een aantal rollen opnemen in het online gedeelte. Een van de rollen is ja, de onderwijskundige rol, die heb je ook als je voor de klas staat, dat je de leerstof overbrengt. Dat je ze nu moet gaan overbrengen via nieuwe wegen, hè, dat je eigenlijk gaat werken met leeromgeving intensiever of met webinars of met Skype of wat dan ook. Je gaat ook een stukje meer die sociale rol, hè, dat begeleiden online, dat is toch wel anders dan dat je begeleiding doet face-to-face. Evaluerende rol heb je ook in een gewone klas situatie. En dan ook de ontwikkelende rol. Ja, dat is ook eentje die toch wel uitgebreider is bij het online of het afstandsleren dan tegenover dat je klassikaal les geeft. Want meestal ga je ook op zoek moeten gaan naar digitale leermiddelen. En ofwel ga je die ergens kunnen halen, ofwel ga je die zelf moeten ontwikkelen of moeten aanpassen. Dus dat gaat toch wel een iets andere rol zijn. En de administratieve rol, die heb je ook in het gewone klassikale les. Maar hier gaat dat ook iets intensiever zijn en je gaat moeten opvolgen van ja, wie bereik ik en wie bereik ik niet. Dus daar gaan we straks ook een aantal tips voor geven. Dat is eentje. Je hebt hier ook bijvoorbeeld de 4 aandachtspunten rond ja, hoe ga je die sociale interactie bevorderen, hoe ga je toch wel dat contact hebben met uw leerlingen, hoe ga je dat leerproces van op afstand ondersteunen en hoe ga je daar toch wel een veilig klimaat maken. Ik zie ondertussen dat Benedikt vraagt, is het ook voor het bijzonder onderwijs? Eigenlijk telt dit voor eender welke vorm van onderwijs. Ja? Het onderzoek is wel gevoerd naar volwassenen, maar je kan dat perfect weerspiegelen op eender wie, want als jij ook in het buitengewoon onderwijs, ga jij er moeten voor zorgen dat jij een heel veilig klimaat hebt, dat je voor een oplossing kiest waar dat de mogelijkheden zijn dat leerlingen gaan inloggen en zich daar direct in thuis gaan voelen. Ja. Dat is toch wel een heel belangrijk iets, dat klimaat eigenlijk gaat aanmaken of gaat zorgen dat dat er gaat zijn. We keren eventjes terug naar onze presentatie. Ook binnen Klassement hebben wij een heel dossier gemaakt. Ik kom er straks ook uitgebreider op terug. Maar ook daar ga je handvaten vinden van ja, hoe pak ik dat nu aan in de praktijk, dat afstandsonderwijs. De Open Universiteit Nederland kwam deze week met een hele mooie infographic rond tips en tricks voor online leren. En, zij bouwen het op aan de hand van 4 zaken. Waarbij ze eerst en vooral aandacht hebben voor de samenwerking tijd en energie van docenten. Afstandsonderwijs of online onderwijs is niet iets dat je zomaar gaat doen. Daar heb je toch wel wat tijd voor nodig om dat te organiseren, om dat goed te doen.
Dus ons, het is ook zo dat je best vertrekt van je doelstelling en kijkt van ja, welke doelstellingen moet ik zeker halen. En dat je dan gaat kijken van ja, welke tool is daarvoor geschikt. Hè? Je hebt enorm veel tools, daar komen we straks ook uitgebreider op terug. Maar het is niet de bedoeling dat je zegt van ik ga die tool gebruiken en ik ga dat zodanig omvormen om dat toch maar in die tool te krijgen en die doelstelling te halen. Nee, we vertrekken van de doelstellingen en gaan dan kijken wat zou ik daar kunnen mee, of daarvoor gebruiken. We gaan ook niks flashy en zo verder maken, want dat is ook niet, de tijd heb je daar niet voor om daar op dit moment heel veel energie in te steken. Tip is ook van doe het niet alleen, maar werk in teams en zoek een collega die hetzelfde geeft en ga op die manier aan de slag om dat online leren toch wel vorm te geven. Een tweede belangrijke is structuur, planning en regelmaat. Zowel voor jullie als leerkrachten als voor de leerlingen is dat een zeer belangrijke. Ja. Probeer één communicatiemiddel te kiezen en niet over verschillende heen, want dan gaat jij het niet meer weten, maar ook zeker leerlingen niet meer en ouders. Probeer ook gestructureerd communicatie op te zetten. Formuleer je opdrachten zeer duidelijk en lijn dat ook af. Hè? Dus wanneer, tegen wanneer en zo verder. Er zijn ook structuren, plannetjes die je daar kunt voor maken. Hè? Maar ook voor jezelf. Hè? Op dit moment denk ik dat heel veel mensen het combineren van zelf online les te geven, te organiseren, met de opvang van eigen kinderen die in huis zijn. Dus dat is niet evident. Maar maak daar ook voor jezelf een planning in. Komen we straks ook uitgebreider op terug. We merken ook dat er heel veel vragen komen van ja, hoe blijf ik mijn leerlingen, mijn cursisten eigenlijk motiveren om hun taken toch wel te maken. Ik denk dat je daar ook de aanwezige leerkracht moet zijn. In die zin van, ze moeten weten wanneer ze jou kunnen bereiken. Niet 24 op 24. Spreek dat heel duidelijk af. Wanneer ben je bereikbaar? Wanneer ben je beschikbaar voor vragen? Dat je zelf betrokkenheid toont naar je doelgroep. Dat je ook een veilige klimaat maakt. In die zin dat je ook zegt van ja, we lassen feedbackmomenten in. We zorgen voor een dagritme. Je kan bijvoorbeeld als dat op schoolniveau zeggen van 9 tot 10 is het taal. En van 1 tot 2 is het rekenen. Ik zeg nu maar iets. Maar dat je een heel goede planning opmaakt. Dat ze ook, ze hebben op school, dan denk ik aan lager onderwijs vooral, ze hebben daar speelmomenten, ze hebben daar sport en spel. Probeer dat ook er ergens in te steken, dat je het op die manier ook het dagritme onderhoudt. We hebben al gezegd, tools, begin van de doelstelling en kies dan de tools. Deze afbeelding komt van Jane Hart. Jane Hart is een Engelse prof die elk jaar een bevraging doet wereldwijd van wie welke tools gebruikt in onderwijs. En zij heeft in 2018 een mooie wolk gemaakt. In 2019 heeft ze het niet gedaan, dus vandaar dat ik de wolk neem van 2018. Op dit moment staat haar vragenlijst ook weer open. En dan zie je dat er heel veel tools zijn. Als we dan gaan kijken dat je in het cirkelke, welke tools dat je terugvindt, zijn dat tools die dat we zeker ook herkennen. Hè? PowerPoint, Word, YouTube, Google, Kahoot zijn zaken dat we zeker ook in Vlaanderen heel veel gebruiken. We zien daar ook Canva staan, wordt meestal of wordt ook meer gebruikt. WhatsApp en Zoom. Zoom is de ruimte waar jullie nu in zitten. Maar ook daar gaan we straks op terugkomen. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment dit zien. Hè? Een bos met heel veel bomen. Maar ja, wat moet ik nu doen? Wat kan ik nu doen? Welke tool? Ons advies is van zeer klein te beginnen. Niet te veel tools ineens willen te gebruiken. Want dat lukt niet. Hè? Dat lukt niet voor jou, maar dat lukt ook zeker niet voor leerlingen. Dat zij van hier naar daar moeten gaan en tools moeten gaan gebruiken. Dus begin zeer klein met 1, 2 tools. Neem ook uw leeromgeving, als je die hebt, als toegangspoort, dat daar de leerlingen alles in vinden. En werk daar binnen met linkjes, met extra materialen. Maar dat ze altijd materiaal vinden binnen uw leeromgeving.
belangrijke vraag daar ook bij tools, is van, ja, mag ik de tool gebruiken? En Irene van der Spoel uit Nederland heeft daar een hele mooie grafiek voor, of een infographic van gemaakt. Want niet elke tool kan je sinds de GDPR-wetgeving zomaar met leerlingen, en dan leerlingen bedoel ik onder de 18, gaan gebruiken. Belangrijk is dat je kijkt, als je een tool kiest, hebben leerlingen een apart account nodig? Zo ja, is er een overeenkomst tussen de school en de makers van die software? Dan is er geen probleem, mag de tool gebruikt worden. Is die er niet, is er geen overeenkomst? Dan moet je toestemming hebben als ze min 18 zijn. In de slide staat 16, in Nederland is het 16, in Vlaanderen is het 18. Als ze onder de 18 jaar zijn, moeten de ouders toestemming geven dat jij die tool mag gebruiken met hun kinderen. Als die toestemming er niet is, mag je de tool helaas niet gebruiken. Ja. Heb je cursisten of leerlingen of studenten boven de 18, dan mogen zij zelf beslissen of ze die tool al dan niet gaan gebruiken. Dus dat is ook wel iets wat je moet in het achterhoofd houden als je tools gaat kiezen. Een ander iets dat je moet in het achterhoofd houden is, op dit moment, door de coronatijden, zijn er heel veel tools die tijdelijk gratis zijn. Ja. We hebben ze binnen Klassement ook allemaal opgesomd wat tijdelijk gratis is. Maar wees bewust, als je daar nu dingen mee maakt en je wil die volgend jaar gaan teruggebruiken, waar we dan toch vanuit gaan, als je nu dingen maakt, dat je volgend jaar die, ook al is het terug gewoon klassiek onderwijs, dat die terug hergebruikt gaan worden. Bijvoorbeeld als een flip in de classroom, voorbereiding op uw les of dergelijke meer of na uw les. Ja, als je dan nu kiest voor een betaal, voor een tijdelijk gratis, maar normaal betalende tool, ja, dan zal je dan ook die tool moeten betalen als je dat wil blijven gebruiken. Ja. Dus dat is ook iets dat je zeker mee moet nemen als je nu dingen gaat ontwikkelen. Kies ik iets waar ik van weet dat ik waarschijnlijk volgend jaar zal moeten betalen, of kies ik iets dat gratis is en blijft? Een andere vraag die we heel regelmatig binnenkrijgen is van, ja, waar vind ik foto's, waar vind ik video's en waar vind ik geluidsfragmenten die ik mag gebruiken, waar ik zeker van ben, die rechtenvrij zijn, waar ik geen auteursrechten mee schend. Dat is toch ook wel een zeer belangrijke vraag, hè? Want als je zaken laat zien of zaken gebruikt die auteursrechtelijk beschermd zijn, er zijn bedrijven die het internet afschuimen, en die, als jij bijvoorbeeld een foto gebruikt van een persagentschap, ook een vriendelijke brief sturen met daarin een zeer hoge boete. Dus daar moet je toch wel heel bewust van zijn. We hebben binnen Klassement een hele website waarbij dat je fotomateriaal, bijvoorbeeld Pixabay, maar ook bijvoorbeeld iets naar beneden, vrij ver naar beneden, alles rond muziek dat je zo kan gebruiken en zo verder. Dus ga daar zeker eens een kijkje nemen als je zelf materiaal gaat ontwikkelen, dat je het ook doet op een goede manier. De PowerPoint komt na afloop van de webinar jullie richting uit via mail. Als je je mailadres hebt opgegeven, als je er straks bent in de ruimte gekomen, heb je het niet opgegeven, mag je ons straks zeker ook wel een berichtje sturen, sturen we de PowerPoint na en alles komt ook, de videoopname en de PowerPoint en de Q&A komt later op Klassement. We kregen deze vraag binnen, iemand die een vrij leek is in technologie, maar is het mogelijk om nieuwe leerstof over te brengen aan leerlingen uit het derde leerjaar? En kan ik de nieuwe leerstof live uitleggen aan hen en kunnen zij dan de doorgestuurde bladen uit de methodes gaan oplossen? Is er een interactie mogelijk tussen mijzelf als leerkracht en de leerlingen? Dus een heleboel vragen. Dat kan uiteraard. Hè. Je kan, en als het verlengd wordt na de paasvakantie, is het ook de bedoeling dat er nieuwe leerstof wordt aangereikt. Door middel van webinars. En webinars, je zit er nu zelf in eentje in. Wij gebruiken Zoom.us. We hebben daar een betaalaccount. Je hebt ook een gratisse van Zoom voor maximum 40 minuten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dezelfde functie in Smart School. Tijdelijk is die ook gratis, die functie, Smart School Live. Je hebt Google Meet. Als je op school gebruik maakt van een Google-omgeving, kan je met Google Meet contacten leggen met mensen. Gebruik je Office 365, dan zit daar een mogelijkheid in om ook zulke live sessies te organiseren. Je kan Skype gebruiken, je kan Whereby gebruiken. Whereby is ook een
webinar tool, een gratis. Ja. Ik zie ondertussen in de Q&A, kan je een bordboek laten zien via Zoom. Als jij een van deze software, Smart School Live, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, wie erbij gebruikt, kan jij inderdaad als je bordboek op jouw scherm getoond wordt, kan je dat sharen of delen met de personen. Jana meldt ook van, we kregen opmerking dat Zoom niet GDPR-proof is. Het gaat inderdaad om de gratis versie. Daar was een bug kwestie GDPR, dus privacywetgeving. Die bug zou opgelost zijn met de betalende versie. Daarom dat ik ook daar straks zei, wij gebruiken de betalende versie, was dat niet het geval. Ja? Dus de betalende versie, wij hebben ook de webinarversie van Zoom. Want je hebt ook de meeting en dan heb je niet alle mogelijkheden daarbij. Ja? We hebben hier ook een linkje ingezet. Daar vind je van alle verschillende tools stappenplannen om ermee aan de slag te gaan. Dus jouw vraag is ondertussen ook beantwoord van de GDPR-proef die Zoom vorig weekend had. Een andere vraag die binnenkwam was van hoe weet ik dat ik niet te snel ga in de klas? Kunnen kinderen dat aangeven, maar online is dat moeilijker. Op dit moment is officieel nog altijd herhalingsoefeningen aanbieden, maar je weet dat dat misschien binnenkort anders zal zijn. Het is een beetje afhankelijk van de tool dat je gebruikt. Ik heb jullie in het begin gevraagd, hoor je mij en steek je handje op. Dat zou ook een manier kunnen zijn dat je zegt van, als je een vraag hebt, gebruik je handje. Ik had ook microfoons kunnen geven op dat moment. Het zou ook kunnen zijn dat je dat niet hebt en dat je zegt van, we gebruiken de chat. Heb je een vraag, zet ze in de chatbox. Dat kan ook. Dus je hebt afhankelijk van de tool dat je kiest, heb je wel wat mogelijkheden daarom. Om toch die interactie met leerlingen te hebben. Enkele tips bij het organiseren van zo'n live bijeenkomst. Belangrijk is, maak heel duidelijke afspraken. Wie praat er? Wanneer zet je je microfoon aan? Wanneer staat die uit? Met videocamera's. We zeiden direct van straks van videocamera's en microfoons staan voor jullie uit. Het gebruik van de chat, het gebruik van de Q&A. We hebben ook in het begin gezegd van de webinar, gebruik Q&A, omdat we het dan later kunnen delen met jullie. Wie deelt zijn scherm? De meeste software toepassingen hebben ook de mogelijkheid om sessies op te nemen. En dat is niet alleen voor leerlingen die op dat moment niet kunnen aanwezig zijn, maar ook voor diegenen die aanwezig zijn en die het willen herbekijken. Binnen Tonet geven wij al jaren webinars en wij weten dat de meeste mensen nadien kijken en dikwijls ook herbekijken. Ja, je kan dat ook wel een beetje opvolgen, afhankelijk waar dat je de opname zet, hoeveel keer dat achteraf bekeken wordt. Leerlingen die iets niet begrepen hebben, gaan het misschien niet vragen terwijl de live sessie is, maar gaan misschien zelf dat filmpje 3, 4, 5 keer herbekijken. In de klas dat ook, als leerlingen 2 keer iets moeten vragen, een 3e keer durven ze misschien niet meer. Maar als ze een filmpje hebben, gaan ze veel sneller terug naar een filmpje. Op dit moment is het niet mogelijk om Smart School Live op te nemen, Emily. Maar je kan dat wel omzeilen. En we gaan straks daar ook een aantal tips voor geven hoe dat je dat kan doen. Ondertussen zijn er ook al zeer actieve leraren geweest die zo een afspraak in blad of afspraken bundeltje gemaakt hebben. Forecast heeft zo eentje gemaakt voor Google Meet, maar het is zeker ook bruikbaar voor andere softwarepakketjes om live sessies te organiseren. En de andere is voor Microsoft Teams die ernaast staat. Dus dan zie je ook dat er zegt van microfoon uit, webcam aan of uit, wanneer je microfoon aan, wanneer ga je bijvoorbeeld, als je typt, als wij allemaal jullie de microfoons hadden laten aanstaan, zodat er heel veel achtergrondgeluid zijn. Dus dat zijn zaken die zeker ook wel belangrijk zijn, dat je die opstelt en dat je die deelt met leerlingen. Een alternatief, want niet iedereen heeft een leeromgeving of heeft de mogelijkheid om mensen te laten inloggen, want meestal is het dat ze in sommige pakketjes moeten inloggen. Een alternatief voor een speelplaats bijvoorbeeld is Praatbox, is een tijdelijk initiatief. Een Vlaams initiatief waarbij dat je kan videobellen. Dus als je zegt van ja, ik wil wel contact hebben met mijn leerlingen, maar ik wil geen Facebook gebruiken, ik wil geen WhatsApp gebruiken, is Praatbox een heel mooi alternatief. We hebben het zelf ook al met de collega's uitgetest en ook al binnen privékring ook al uitgetest. Dus je maakt eigenlijk eenmalig een account, jij als leerkracht. Je ontvangt een vaste link.
en je geeft die link door aan de mensen waarmee dan je wilt videobellen. Moet jij daar altijd bij zijn? Nee, je moet daar niet altijd bij zijn. Mensen die de link hebben, kunnen er ook gewoon op klikken en kunnen kijken van, is er iemand in de ruimte, kan ik een babbeltje doen? Praatbot is echt de bedoeling om als babbelplaats te gebruiken en niet als delen van je scherm en zo verder. Ja. Het is gebouwd in open source software Jitsi Meet. Jitsi Meet is ook een webinar software. Dus als je echt een webinar wilt maken, kan je beter naar Jitsi Meet gaan dan dat je op Praatbox terechtkomt. Er is ook een speciale handleiding gemaakt met dank aan onze collega Bram voor smartphones. Want het is toch niet zo eenvoudig om het daar direct aan de praat te krijgen. Maar sinds zijn handleiding dit weekend is het een pak makkelijker. Dus ook daar kan je mee aan de slag gaan. Een vraag die ons ook binnenkwam was van, ik geef les in buitengewoon onderwijs. Mijn leerlingen volgen dus allemaal een individueel traject. Sommigen krijgen dagelijks opdrachten, anderen weinig tot geen. Nu heb ik contact met de ouders via mail, maar ik zou graag met iedereen contact hebben, dus zeker ook met de leerlingen. Maar ik wil geen gesloten Facebookgroep, omdat dat niet iedereen op Facebook zit. WhatsApp wil ik zelf persoonlijk ook niet. Dus een tool gevraagd om in contact te komen met leerlingen. Dat kan dus via een webinartool zijn, dat kan dus via die praatbox zijn. Maar voor het buitengewoon onderwijs is er ook een apart platform. Why not? En collega Nancy, die ook in de moderatiemodus zit in deze webinar, zij is een van de mensen achter Why not? Dat is een gratis platform, waarbij dat als leerkracht dat opstart. Je maakt daar een ruimte aan voor je klas. Je maakt je klas daarin aan. Je krijgt daar een link en je maakt daar ook een groep leerlingen aan. Vervolgens kunnen leerlingen berichtjes gaan sturen. En de berichtjes dat ze gestuurd worden, kunnen met en zonder tekst zijn. Dus ze hebben ook met afbeeldingen kunnen daar ook leerlingen communiceren met elkaar. Ze kan een chat georganiseerd worden en zo verder. Als je klikt op het linkje meer informatie, kom je op de website whynot.be. En ik zie ondertussen dat ook collega Tony van Why Not aanwezig is in de webinar. Die hadden we nog niet gespot. Ja. Dat is ook een zeer mooi. En vooral naar lager onderwijs, naar misschien ook kleuteronderwijs, maar ook naar het BUSO-onderwijs. Een andere vraag die binnengekomen was, is van ik zoek een methode om summatief te kunnen evalueren van op afstand voor complexe wiskundeoefeningen. De meeste programma's hebben zeer weinig wiskundige toetsen aan boord. Inderdaad, dat klopt. Sommige tools kan je wel aan de hand van LaTeX wiskundeoefeningen maken. Bijvoorbeeld, wij weten dat dat Xerte kan. De link is er ook bij om alle formules van LaTeX te bekijken. Google is ook bezig met een alternatief. En Google noemt dat Socrat by Google. We hebben het zelf nog niet kunnen naar kijken. Maar het zou een alternatief zijn ook voor de zeer ingewikkelde wiskundefuncties. Ja, ik zie ook in de Q&A-answer, CISO. Ja, we hebben een selectie gemaakt van tools op basis van de vragen die we binnengekregen hebben sinds maandag. We kunnen onmogelijk alle tools die er bestaan hierin nemen. Dus het is vooral vragen gestuurd waar dat we op reageren. Ook een heel concrete vraag is van, ik ben leerkracht secundair, hoe kan ik digitaal leren organiseren? Als ik ben ook moeder van twee kinderen en mijn partner is hard aan het werk in de zorg. Hoe kan ik dat allemaal combineren? Wij zien heel veel plannetjes opduiken. Ik heb het er straks ook al gezegd van, zowel voor uw leerling is dat belangrijk, maar ook voor uzelf. En onze collega Nicolas heeft daar een video over gemaakt, hoe dat hij telewerken voor klassement combineert met twee kleine kinderen. Je ziet daar een heel kleine afbeelding. Dus om 8:30 ontbijt, dan gaan ze sporten. Het gaat hier ook om kleuters. Vanaf 9:00 moeten ze iets gaan doen voor school. Bijvoorbeeld de kleuter een knipoefening en in de lagere school een werkplaatje maken. Dan kan papa op dat moment telewerken. Er zijn heel wat dagschema's op die manier te vinden op klassement. We hebben ze ook allemaal gebundeld, dus je kunt daar ook een kijkje gaan nemen. Ik heb ook al gezien dat sommige leerkrachten inventief zijn en op de deur een groot dagschema plakken. En als het lampje brandt, is mama of papa in een online vergadering, is het lampje uit, mogen de kinderen binnenkomen. Dus dat is ook allemaal mogelijk.
Maar op die manier proberen we het te combineren. Een vraag die ook zeer regelmatig terugkomt is van mijn leerlingen beschikken over zeer weinig ICT-kennis en ik moet in de klas al sturen. Als ze een berichtje via Smartco willen sturen, moet ik helpen of een uploadzone vinden ze niet. Onze tip is daar, maak zelf video's. Maak een video'tje van bijvoorbeeld het sturen van een bericht via Smart School of het gebruik van de uploadzone. Dat kan nu handig zijn, maar is zeker ook nadien een zeer makkelijke manier om naar leerlingen te zeggen, want daar vind je de uitleg. Ze gaan ook dat filmpje, als dat op een gemakkelijke, toegankelijke plaats staat, zeer dikwijls gaan bekijken. Je kan dat doen met heel wat tools. We hebben er ook hier een selectie gemaakt. En de selectie is bijvoorbeeld Screencast-O-Matic, Open Source, Open Broadcaster Software. Screencastify is een kleine toepassing die je in Google Chrome installeert. Er zijn er zo honderdduizenden van die tools. We hebben er eentje uitgenomen om wat dieper op in te gaan, is Screencast-O-Matic. Je kan daar kiezen of dat je enkel je scherm opneemt of ook je webcam combineert. Of enkel je webcam. Het handige aan Screencast-O-Matic is als je ergens klikt op je scherm, dan ga je een gele cirkel, een gele markering krijgen, zodat de leerlingen ook zien, ah, hier is geklikt op dat puntje, dus ik moet dat ook gaan doen als ik deze oefening wil maken. Screencast-O-Matic geeft wel een klein logootje bij de gratis versie, links onderaan, maar zeker niet storend. Dus geen watermerk of zo, gewoon een klein logootje. Maar je komt al een heel eind met de gratis versie. Je kan hem ook exporteren als mp4 en dan bijvoorbeeld op YouTube plaatsen, al dan niet verborgen op YouTube, dat je toch met je leerlingen kan gebruiken. Of je kan het ook in de leeromgeving plaatsen als het niet te groot is. Je hebt zelf geen account nodig, tenzij dat je ruimte wil gebruiken bij Screencast-O-Matic om je video's op te slaan. Dan ga je wel een account nodig hebben. We hebben ook een link gezet naar heel wat andere tools. Ik denk bijvoorbeeld ook als je zelf iets filmt en je zegt, oké, ik wil hier zelf filmen, maar ik moet inzoomen, ik moet uitzoomen. Hè. Ik denk aan praktijkvakken bijvoorbeeld. Dan kan je bijvoorbeeld werken met Active Presenter. Je hebt daar een gratis versie van, die ook meer dan voldoende is. Je hoeft de betaalversie zeker niet te hebben, maar met de gratis versie kan je heel fel in- en uitzoomen. Of kan je bijvoorbeeld pijltjes zetten bij zaken dat je zegt van hier is, moet aandacht gezet worden en zo verder. Dus het geeft wat meer mogelijkheden, die Active Presenter is ook te installeren op je computer, is niks online, dan de klassieke opnametools zoals hier de Screencast-O-Matic. Wat is de meest efficiënte manier om zelfgemaakte video's te verspreiden? Bijvoorbeeld die instructievideo's zoals Screencast-O-Matic. Een manier is YouTube en dan kan je die daar opzetten naar heel de wereld die kan zien. Maar je kan die evengoed ook opzetten op YouTube verborgen. En als je ze verborgen zet en je plaatst dan het linkje op de leeromgeving, Smart School of een andere leeromgeving, dan kunnen de leerlingen enkel via dat linkje jouw filmpje gaan bekijken en kunnen ze niet het zomaar op YouTube vinden. Een alternatief is Vimeo, tegenhanger van YouTube. Maar je kan evengoed ze op SharePoint zetten als je werkt met Office 365 of op OneDrive en van daaruit delen of op Google Drive, afhankelijk van welke toepassingen je op school hebt. Hoe evalueren we activiteiten waarbij observatie vereist is? Concrete tips, ik denk vooral aan verzorging, lichamelijke opvoeding. Ik zag hier net ook van Veerle, hoe kan ik contact maken met kleuters? Ik denk inderdaad dat je, als je echt wilt observeren, dat je zegt van die oefening wordt goed uitgevoerd, dat je hen moet laten video's maken. Met een smartphone, met een tablet en die laten uploaden. Een andere manier om iets te observeren bestaat er ook niet direct. Hè. Dus als het op die vakken komt, is de enige manier hen een soort video laten maken. Leerlingen laten samenwerken was ook een vraag die binnengekomen is. Ja, er zijn ook heel wat alternatieven voor, afhankelijk van welke pakketten de school heeft.
Als jij werkt met Google, kan je dat met Google Documenten doen en daar laten samenwerken en opvolgen wie wat toevoegt. Werken met Office 365 is OneDrive een alternatief. Of Microsoft Teams, waar je ook in een team zit en kan werken binnen een groepje aan een bepaalde taak. Voor de praktijkvakken dan, komt ook zeer regelmatig terug van hoe kunnen we ons aanbod organiseren voor praktijkvakken. Een beetje ook afhankelijk van welke praktijkvakken het juist betreft. Gebruik maken van zelf video's te maken of bestaande video's, daar gaan we zo dadelijk ook even naartoe. Wat ik hier ook zie, is dat de plaatselijke bakkerschool leerlingen opdrachten geeft en die leerlingen moeten dan, als zij een bepaalde taart of cake of koekje gebakken hebben, de foto's sturen naar de school en de school plaatst die dan regelmatig op de Facebookpagina van in klas X heeft leerling X dat gemaakt, waar dat dan ook weer likes en op die manier toch wel ook contact is met, ah ja, er wordt verder gebakken in de school en het is niet dat wij vakantie nemen op die manier. Een website waar je voor heel wat vakdomeinen video's vindt, is de website EduTube, VDAB EduTube. Ze staan ook allemaal op YouTube, die video's, maar dan zijn ze dikwijls iets minder vindbaar. Hè. Moet je een beetje langer zoeken. Dus als je vdabedutube.me ingeeft, voor ons de rechterkant met de cijfertjes is niet belangrijk. Mensen die binnen VDAB werken, die kennen dat en kunnen cijfertjes gebruiken voor de juiste video's. Wij kunnen het niet. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt van, ik geef les in de voeding. Ik heb hier visbewerking. Ik ben niet te snel. Dan staat er een mapje vis fileren. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ah, de zalm fileren. Dat filmpje, je ziet onderaan dat het op YouTube staat. Dus jij kan de link gebruiken van YouTube. Maar op die manier heeft VDAB toch wel wat mogelijkheden van video's. Ze hebben dat voor diverse gebieden. Dus ik had nu voeding gekozen, maar als ik horeca had genomen, gaat het over keukentechnieken, dus je moet wel een klein beetje gaan zoeken. Maar dan heb je hele mooie filmpjes over snijtechnieken, over de kooktechnieken en zo verder. Uiteraard niet voor alle vakdomeinen is dit beschikbaar, helaas, maar er is toch wel een klein aanbod. Dus vraag kwam ook binnen van, ja, als ik lesgeef in 1B voor de praktijklessen, ga zeker eens kijken wat er al bestaat. We hebben hier de filter toegepast, dus als ik daar op klik, dan ga ik naar klassement. En dan hebben wij daar een zestal leermiddelen. Ik heb nu eerste graad B-stroom gekozen en horeca, dus je ziet dat hier. En dan kan je in die leermiddelen gaan kijken. Ja. Als je zegt van ja, ik geef geen horeca, kan je hier het vakdomein aanpassen. En dan kan je kijken wat er eventueel al bestaat voor uw domein. Heb je geen leeromgeving, en we zien dat dikwijls in kleuteronderwijs, in lager onderwijs, dat er wel accounts zijn voor ouders, maar niet voor de leerlingen, dan is bijvoorbeeld Padlet een hele mooie toepassing, waarbij dat je een soort prikbord, iedereen kent nog wel het klassieke prikbord voor in de klas, waar je posters en zo aan prikte. De online vorm is Padlet. Je kan 3 Padlet-borden maken in de gratis versie. Waarbij dat je kan, jij als leerkracht een post kan doen. Je gaat die teksten, video's, documenten, linkjes, eender wat. En je kan in dat bord aangeven wat leerlingen mogen doen. Mogen zij zelf ook iets posten of mogen zij enkel reageren daarop? Of mogen zij alleen maar vind ik leuk doen en vind ik leuk is dan een hartje geven, geen duimpje, een hartje geven. Leerlingen hebben daar geen account voor nodig. Jij als leerkracht om het te maken, heb je het wel nodig. Dus op die manier is er wel een mogelijkheid. Padlet is beperkt tot 3 borden. Je kan het ook achteraf als pdf exporteren als Excel-file. En het is een linkje dat je doorgeeft naar ouders of leerlingen. Iemand stuurde mij ook, we hebben een Padlet gemaakt per klas. En leerlingen posten daar heel leuke dingen op, maar we zien ook dat daar auteursrechtelijk beschermd materiaal op zit, zoals foto's, filmpjes en zo verder. Padlet is ingesteld als geheim,
dus dat je het niet zomaar gaat vinden. Maar we hebben wel bewust de link kort gemaakt en we delen die link via diverse kanalen, via Google Classroom, maar ook via WhatsApp enzovoort. De vraag was van, zijn we dan auteursrechtelijk in orde? Helaas. Als daar materialen op staan, foto's op staan die auteursrechtelijk beschermd zijn, ook dat is niet in orde met de auteursrechten. Dat haal je er best af. Hè. Je maakt daar ook best regels voor wat kan, wat niet kan. Is dat nu een filmpje met een link dat op YouTube staat, dan is de persoon die het op YouTube heeft gezet verantwoordelijk. Dus het is niet zo als jij dat linkje op je Padlet zet, dat jij verantwoordelijk bent. Het is de persoon die het op YouTube heeft gezet, die aansprakelijk is. Twee andere tools die ook bruikbaar zijn als je geen leeromgeving hebt. Symbalo is een hele mooie toepassing waarbij dat je allemaal vierkantjes hebt en achter elk vierkantje zit een link of een werkblad of wat dan ook. Is ook visueel heel mooi om weer te geven, maar beperkt in linkjes. Ja. Ik had gisteren iemand die mij een bericht stuurde van ik heb hier 25 links voor het vak wiskunde doorgekregen voor mijn kind in het vijfde leerjaar. Hoe pak ik dat aan? Dan is Symbalo zeker geen goede optie, hè, want dat is alleen maar voor wiskunde, al 25 blokjes. Maar als je beperkte aantal links hebt, is dat zeker ook wel mooi. Urls is ook een optie, is een Nederlands initiatief, waarbij dat je ook linkjes, werkblaadjes enzovoort rangschikt en ook één link geeft naar leerlingen toe en zij kunnen aan het materiaal aan. Is er een tool waarbij ik vragen kan invoegen en waarbij leerlingen dan meteen antwoord kunnen geven, maar het moet iets anders zijn dan Kahoot? De leerkracht die de vraag instuurde wilde zeker ook de resultaten zien en niet live gebeuren, dus leerlingen kunnen het gaan doen op het moment dat zij willen. Er bestaat uiteraard heel wat. We halen er één tool uit, maar er zijn er zoveel andere. Is bijvoorbeeld quizzes. Quizzes is inderdaad een tegenhanger van Kahoot. Je speelt voor een stuk in de competitie, maar de leraar heeft een account nodig om de quiz aan te maken. Leerlingen kunnen anoniem werken of je kan ook met een klas werken. Dus als je een klas aanmaakt en je gaat daar al je leerlingen aan toevoegen, dan kan je op die manier ook een klassikale oefeningen aanbieden en ook de resultaten van iedereen gaan opvolgen. Als je het anoniem doet, kun je het niet opvolgen wie heeft welke score gedaan. Ik ga heel even naar quizzes ook toegaan. Ik ben ondertussen ook ingelogd in quizzes. Ik zag ook net van de vraag, in Symbalo kan je verschillende tabbladen met 20 blokjes per tabblad. Ja, dat kan inderdaad. Je kunt verschillende tabbladen maken. Het is een keuze dat je hebt. Als je in quizzes toekomt, je zal merken dat quizzes direct naar je eigen instellingen kijkt van in welk land bevind je zich. En hij maakt er al de Nederlandse van. Je gaat ook veel meer in de bibliotheken van quizzes Nederlandstalig of voor het Nederlandstalige onderwijs, zal het zo uitdrukken, materiaal vinden dan Kahoot vooral Engelstalig materiaal heeft. Voor verschillende vakdomeinen zitten daar zaken in. Je ziet voor wiskunde, voor Engels, voor verschillende andere talen, voor de wetenschappen, voor informatica, voor technisch onderwijs, voor DKO. Je ziet daar heel wat zijn. Achter elk onderdeeltje of elk vak heb je een bekijk meer en krijg je meer resultaten. Stel dat ik nu zeg van, ik wil, welke oefening gaan we nemen? Bijvoorbeeld, wat is biologie? Dan zie je dat deze oefening 5 jaar geleden gemaakt is en dat die 1347 keer is gespeeld. Ja. Gespeeld kan live zijn, zoals Kahoot, en kan ook als huiswerk. Kahoot heeft die functie ook ondertussen. Huiswerk, als je daarop klikt, wijs HW, dan kan je zeggen tegen tot die datum mag die quiz of die vragenlijst openstaan. Als je klassen hebt gemaakt, dan heb je hier het... jouw klassen dat je kan toevoegen en zeggen van voor die klas staat het tot aan open. Ik ga even terug naar de quizzen. Ik had gekozen voor wat is biologie.
Dus HW is deze quiz zoals de maker die oorspronkelijk gemaakt heeft 5 jaar geleden hergebruiken. Maar het kan ook zijn dat je zegt van nee, ik wil die quiz misschien wat aanpassen. Dan kan je hier, als je op bewerk klikt, een kopie maken van die quiz. Dan kan je daar alles doorsturen of alles maken, aanpassen en heb je je eigen quiz in je eigen account zitten. Ja, op basis van deze quiz. Als je hier aan de toon antwoorden, kan je zien welke antwoorden juist en fout zijn binnen de quiz. Ja. Als je je eigen kopie hebt, kan je ook vragen toevoegen en zo verder. Dus op die manier kan je zeker aan de slag daarmee. Froya vraagt, kan je in quizzes ook opgeven dat de quiz binnen een bepaalde tijd? Ja, dat kan je ook. Dus als je, ik zal eventjes een kopie maken van deze quiz in mijn account. Als je dus een kopie maakt van een bestaande quiz, dan kan je hier ook het aantal seconden, net zoals bij Kahoot, ingeven hoeveel tijd men krijgt om die vraag te beantwoorden. Ja. Ik kan hier vragen bewerken. Ik kan ook vragen toevoegen bovenaan. Ik ga heel even kijken op een vraag toevoegen. Dan zie je dat het quizzes werkt eigenlijk binnen hetzelfde scherm. Als je Kahoot klassikaal speelt, heb je een scherm nodig waar de vraag op komt en de mogelijke antwoorden en de icoontjes op het device van de leerlingen. Hier komt alles samen, dus hier komt en de vraag en sowieso de mogelijke antwoorden. Voor de mensen die wiskunde geven, zie je hier ook bij uw vraag dat je de mogelijkheid hebt om wiskundige vergelijkingen toe te voegen. Dat heb je in Kahoot niet. En dan heb je een hele reeks van allerlei wiskundige symbolen, vierkantwortels en zo meer. Is allemaal mogelijk binnen quizzes. En ook in de antwoorden is dat mogelijk. Dus dat is ook iets dat verschillend is tussen beiden. Claudia zegt, ja, wat doe je als leerlingen niet inschrijven in mijn quizzesklas? Ja, je kan aanmanen, je kan misschien eens een belletje doen. Maar ja, dan hou het ook op als ze niet inschrijven. Je kunt proberen, maar om iedereen mee te krijgen, als ze echt zeggen van ik wil daar niet in, kan je er ook niet... Ik denk dat dan ook vooral belangrijk is dat ze de meerwaarde van die quiz, dat ze echt wel aanvoelen van als ik die quiz doe, sta ik er beter voor. Ik ben geoefend tegenover dat ze het niet doen. Maar dat is inderdaad een zeer moeilijke om mee om te gaan. De quiz is inderdaad gratis. Dus was ook nog een vraag in de Q&A. De quiz is een gratis tool. Een andere vraag is van, ja, ik geef les in een centra voor basiseducatie aan lage scholen, mijn heel laag lees- en schrijfniveau. Ja, hoe kan ik afstandsonderwijs ondersteunen? De lat hoog voor talen, ga ik straks ook uitgebreider op terugkomen, is een mooi alternatief waar dat zeker zaken op staan. Wablieft heeft op dit moment ook een gratis aanbod met luisterboeken. En oefen.be is ook een... aanvulling waar je met cursisten, leerlingen, van kleuter tot volwassenonderwijs een aanbod vindt. Daar ga ik zo dadelijk ook op terugkomen. Voor taalonderwijs is Flipgrid ook een heel interessante tool. Flipgrid is een afgeschermd platform. Jij maakt dat ook weer aan als leerkracht. En leerlingen kunnen daar video's van maximum 5 minuten op opladen. Flipgrid is gratis. Op dit moment is het uitgebreid tot zelfs 10 minuten, maar 10 minuten video of maken of 10 minuten video kijken is voor heel wat leerlingen lang. Dus vandaar is het 5 minuten zeker voldoende. Maar je kan bijvoorbeeld op die manier vragen aan leerlingen van iets te beschrijven dat ze de afgelopen tijd gedaan hebben, of een hobby of wat dan ook, om dus bijvoorbeeld spreekvaardigheden te gebruiken. Zij kunnen zichzelf in beeld brengen, maar ze kunnen ook zeggen van ja, ik ga iets tonen wat ik gemaakt heb. En bijvoorbeeld een van de opdrachten die ik hier in privésfeer kreeg van een kleuter was van maak een paaskorfje. Wel leuk zou dan zijn als ze dat paaskorfje gemaakt zou hebben, dat elke kleuter een kort filmpje, hoeft geen 5 minuten te zijn, maar toch wel een toonmoment heeft van ik heb dit paaskorfje gemaakt en hier is het, het ziet er zo uit. Hè. Ik denk dat dat voor de juf ook heel leuk zou zijn om op die manier contact te hebben of video's te zien dat de kleuters in dit geval aan de slag zijn gegaan met het aangeboden materiaal.
een vraag rond evalueren. Op welke manier kan ik les- en leerdoelen bij elke activiteit bijhouden en evalueren? Ja, op dit moment zijn de lessen dus effectief opgeschort en is het de bedoeling om herhalingsleerstof aan te reiken. Hè? We hebben een heel dossier op klassement rond digitaal toetsen en we plannen ook daar rond een aparte webinar rond hoe pak je dat aan, wat zijn de mogelijkheden om digitaal te toetsen. Het is wel zo, toetsen, de bedoeling is niet dat er examens gaan doorgaan digitaal. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling dat alles getoetst gaat worden wat in online wordt aangeboden. De bedoeling is van pre-teaching, dus dat je het aanreikt, maar dat je het zeker nog in de klas herhaalt. Een andere vraag is, hoe begin ik bij afstandsonderwijs bij leerlingen van een eerste en tweede leerjaar? Wat is er haalbaar, wat niet? Er is in de UGent bij de onderwijsgroep onder leiding van Martijn Valke een onderzoek gebeurd. En belangrijk is daar dat je het beperkt. Ja. Leerlingen jonger dan 8 jaar kunnen zich geconcentreerd minder dan 1 uur bezig zijn. Voor kinderen tussen 8 en 12 is het tussen 1 en 2 uur per dag. Ja. Dus overlaat zeker die leerlingen niet. De situatie is iets anders in het secundair onderwijs. Daar zeggen ze van ja, 4 uur geconcentreerd bezig zijn op zichzelf kan. Daar raden ze ook aan van live momenten af te wisselen met zelfstandig werk. Dat is zeker ook voor het lager van toepassing. Dat je zegt van we spreken bijvoorbeeld elke dag om 10 uur 's morgens af live en dan gaat iedereen zelfstandig aan de slag. Maar ja, let op wat je naar leerlingen lager onderwijs doorstuurt. Ja. En zeker naar leerlingen eerste, tweede, derde, zelfs vierde leerjaar. Ik kreeg deze week ook van iemand van, ja, iemand in het tweede leerjaar. Ik had 15 links dat er doorgestuurd werden door de leraar. Ik had 40 pagina's af te printen met allemaal oefeningen. En dan nog 3 dingen op Bingel, wat ze ook nog moesten doen. Voor een tweede leerjaar op 1 week tijd 42 pagina's, 3 bundels op Bingel en nog 15 links met allerlei oefeningen, dat is zeer veel. Ja. Als je dat uitrekent, dan zou dat kind inderdaad van 's morgens tot 's avonds bezig zijn. In de school hebben ze ook onderbrekingen, sport en spel, LO. Ja, hou daar ook rekening mee dat je ze niet overbelast. En je moet ze wel op een of andere manier proberen te motiveren en dat ze ook wel aan de slag gaan. Maar het risico is ook, als je heel veel ineens doorstuurt, dat ze zeggen van, ik ga er helemaal niet meer aan beginnen. Ja. Wat is mogelijk met 6-7-jarigen? Dus live sessies van maximum 10 minuten, hè, waar je dus ook weer afwisseling doet met zelfstandig werk of niet. Digitale oefeningen zijn mogelijk, maar er zijn zeker ook offline oefeningen mogelijk. En stel dan ook een correctiesleutel ter beschikking voor de ouders. Het is niet de bedoeling dat de ouders gaan lesgeven, maar wel dat er een beetje feedback komt van dit is goed bezig. Een tool om oefeningen te maken, en er is ook heel veel, is H5P, de opvolger van Hot Potatoes, waarmee dat je interactieve oefeningen kan maken, sleepoefeningen, invuloefening, een video waarbij dat je een video van YouTube of Vimeo, waarbij dat je de video stopt en een sleepoefening geeft, video verder kijken, een invuloefening goed gemaakt, verder kijken, niet goed, terugkijken bijvoorbeeld. Dat zijn mogelijkheden. We hebben H5P eruit gehaald, omdat we die ook beschikbaar stellen via Toonnet, dus dat is ook een gratis tool. Je kan materiaal daarop zelf aanmaken en gebruiken met leerlingen. Afhankelijk van de leeromgeving kan je ook zien wie wat heeft gemaakt. Heb je zelf in de school de leeromgeving Moodle of Canvas, kan je het daar ook zelf installeren of laten installeren. Er zit ook heel veel materiaal al klaar dat leerkrachten gemaakt hebben, want H5P zegt van al wat gemaakt wordt op ene server, staat ook open en kunnen ook leerkrachten onderling mee aan de slag gaan. En dan de leerkracht beslist of dat al dan niet ook met kopies, zoals quizzes, kan of niet kan gemaakt worden. Wil je iets meer? En dan denk ik ook, stel dat er meer... Hanna vraagt, klopt het dat H5P enkel binnen leeromgeving zoals SmartSchool kan gebruikt worden? We hebben bijvoorbeeld geen leeromgeving. Nee, Hanna. H5P kan ook met een gewone link gebruikt worden. Dus je hebt zeker geen leeromgeving nodig. Maar je kan niet zien welke leerling het gemaakt heeft en wat het resultaat is als je het gebruikt zonder leeromgeving. Nu, binnen SmartSchool kan je dat ook niet opvolgen. Ja.
Het verschil tussen BookWidgets en H5P. BookWidgets is een betaalpakket, nu tijdelijk via Smart School gratis. H5P is en blijft gratis. Wat dat binnen BookWidgets niet kan, is een interactieve video, wat binnen H5P wel kan. Dus de mogelijkheden zijn een beetje verschillend, maar in C komt het op hetzelfde neer. Ja? Wil je echt nieuwe leerstof gaan aanbieden, dan gaat het eerder naar leerpaden gaan en niet naar oefeningen. BookWidgets, H5P zijn een sleepoefening, een invuloefening. En een leerpad, dat bestaat eigenlijk uit een combinatie, waarbij dat je zegt, met dit pakketje ga je zelfstandig aan de slag. En in dat pakketje zit tekst, beperkt uiteraard, afbeeldingen, video en interactieve oefeningen. En je kan dat adaptief maken. En adaptief, daar bedoelen we mee. Leerlingen gaan bijvoorbeeld een stuk theorie doornemen. Van het moment dat zij dat doornemen, jij stelt een vraag. Vraag goed geantwoord, krijgen ze extra oefeningen. Vraag fout geantwoord, gaan ze terug misschien naar het begin om de nieuwe leerstof terug door te nemen. Ze kunnen naar herhalingsoefeningen. Dus eigenlijk adaptief of gepersonaliseerd leren, noemt men dat ook, is in auteursdoos waar je leerpaden in maakt, mogelijk. Hè. Dus dit is niet zoals een leerpad gekend in Smart School. Een leerpad in Smart School is dat je documenten, Word, PDF, PowerPoints aan elkaar rijgt. Hier is het effectief dat je één pakketje maakt en met dat pakketje via de link of via een leeromgeving naar leerlingen stuurt. Je kan op het einde ook een resultatenpagina toevoegen die dat je dan kan laten uploaden, bijvoorbeeld in de uploadzone van Smart School. Dat je ook ziet van, leerling X heeft dat gemaakt, heeft die resultaten, die oefening goed gemaakt, daar heeft hem toch wel wat fouten. Dat kan je op die manier ook remediëren en verder aan de slag gaan. Ondertussen zag ik dat Froya ook vroeg, is H5P vergelijkbaar met EducaPlay? Ja, H5P is vergelijkbaar met EducaPlay. Alleen EducaPlay is nog niet voor alle oefentypes HTML5, wat betekent beschikbaar voor tablets en smartphones. En H5P heeft dat wel, dus dat is een beetje het verschil daartussen. Plus ook EducaPlay heeft niet alle mogelijkheden van H5P. Ja? Claudia vraagt, hoe weet ik dat H5P op onze Smart School? Sowieso kan het met de link op Smart School. Dus als je een oefening maakt binnen H5P, onder de oefening komt er een link te staan. En als je die link in Smart School plaatst bij weblinks, of hoe dat je het ook noemt binnen jouw Smart School, kan de leerling ermee aan de slag gaan. Heb je geen leeromgeving, gebruik je die link met bijvoorbeeld op Padlet te plaatsen of op Simbaloo of wat dan ook, of door te sturen via WhatsApp en ze kunnen ermee aan de slag gaan. Een andere vraag is, kan Padlet, we gaan eventjes terug naar Padlet, op de website van de school geplaatst worden, zodat ouders gewoon naar de website kunnen gaan en hieruit de link. Dat kan. Dus je kunt perfect een Padlet integreren, embedden noemt men dat dan, in een website, schoolwebsite, en van daaruit hen bereiken. Dus dat kan. Nog een mooie tool, vooral naar lager onderwijs, is Kinsey Kids of Kinsey. Kinsey Kids is open. Dus dat zijn oefeningen die gemaakt zijn door leraren die een Kinsey-account hebben. Waar dat je allerlei oefenmaterialen vindt voor lager onderwijs. En dan gaat dat van bijvoorbeeld oefeningen op de maaltafels of plus-min taaloefeningen en zo verder. Je hebt, als je zelf materiaal wil maken, heb je Kinsey nodig. Dat is tijdelijk gratis, maar eigenlijk is dat een betaalaccount om daarmee oefeningen te maken. Dus ik zou zeker eens gaan kijken, wat bestaat er al, wat kan ik gebruiken? En op die manier kan je er kennis mee maken en gebruiken wat andere leerkrachten al gemaakt hebben. Oké. Dan was er ook een vraag binnengekomen van, ik zoek bewegingsspelletjes voor kleuters, voor ene kleuter van 5 die alleen thuis zit. En heel wat zaken dat je daar kan mee doen. We hebben ze gebundeld rond bewegingstussendoortjes. We hebben een heel wat video's verzameld. Ik ga niet alle links nu open doen, maar de presentatie komt jullie richting uit. Collega Lien zei van, organiseer een mini-disco. Laat ze dansen en zingen. Maar ook daar kom ik straks wel uitgebreider op terug. En onze collega Nicolaas zei van, laat samen met uw kleuter verzin een fitometer, hangt die op in huis en ja, ook de opdrachtjes, laat uw kleuter daarmee aan de slag gaan.
Ook denk ik zeer leuk om op die manier toch aan beweging te doen. Maar we komen daar straks op terug. Ja. Dan ook videomateriaal vind je ook op het Archief voor Onderwijs, de nieuwe naam MIMO. Dat is materiaal dat vooral op de openbare omroep wordt gebruikt, VRT en Canvas. Waarbij dat je vroeger enkel mogelijkheid had om het in de klas te gebruiken. Je moest die video in de klas tonen met een beamer en dan kon dat gebruikt worden. Maar nu is het tijdelijk ook via Smart School dat leerlingen thuis kunnen bekijken. Dus dat is ook wel een stap voorwaarts. Weet dat dat tijdelijk is. Vermoedelijk zal dat wel op termijn blijven, maar waarschijnlijk tegen een extra kostprijs als je Smart School hebt in je school. Maar zolang echt tot het einde van het schooljaar dat het gratis ook thuis kon gebruikt worden. Binnen Klassement hebben wij een heel dossier gemaakt rond alles met afstandsonderwijs en dat dan ook per onderwijsniveau nog eens onderverdeeld. Ik ga er zo dadelijk naartoe gaan. Omwille van dat het vrij groot is, dus ik ga er ondertussen al eventjes op klikken. Oké, en ik ga me ook aanmelden. En dan kom ik bij wat te doen nu de lessen niet doorgaan. Je merkt dat je hier verschillende niveaus hebt. Als ik dan bijvoorbeeld wil gaan naar de kleuters en ik klik daar op knutselen met kleuters, dan gaat er voorgesorteerd zijn allerlei materialen, in dit geval zijn er 85, die kleuters kunnen doen deze weken. Ja, als jullie inloggen op Klassement, misschien ook even zeggen, onze programmeurs hebben zich heel goed laten gaan voor 1 april, maar jullie zien dat niet. Wij hebben overal eenhoorns gekregen. Dus dat is een grapje van onze programmeurs deze dag. Van het moment dat je terug naar het dossier gaat en je gaat daar bijvoorbeeld klikken op het zoeken naar onderwijs, tools voor online presenteren, de webinars, tools en zo verder, dan ga je daar ook heel wat materialen, het zijn er nu 15, voor online presenteren, terugvinden. Stel dat je zegt van, ja, ik vind hier een goed materiaal, bijvoorbeeld hier, om Microsoft Teams gemakkelijk online vergaderen, dan kan je dat materiaal gaan bekijken. Ja, dit zijn nu 2 documenten die gedeeld zijn. Maar ik kan het ook een favoriet van maken. En een favoriet is, ik wil het bewaren. Ik wil het misschien later wel terug gaan bekijken. Maar op dit moment heb ik daar geen tijd voor. Het is iets voor achteraf. Dan maak ik een favoriet. Je ziet, ik heb heel veel mappen als favorieten staan. Ik ga het nu heel eventjes bij webinar demo steken. Bewaar. Nu staat leermiddel in mijn mapje bewaard. Als ik een ander leermiddel kies, ik ben gewoon naar leermiddelen gegaan, functies van het grafisch rekenmachine, ik neem nu het eerste, de beste. Ik klik hier op mijn hartje. Stel dat ik nog geen map heb, dan maak ik onderaan een nieuwe map aan. Webinar 1 april. En als je een map aanmaakt, kan ik die alleen voor mezelf aanmaken. Maar ik kan ook die aanmaken voor mijn collega's. Dus als ik materialen verzamel, ik vind die interessant, en mijn collega die parallel met mij staat, wil ik mijn materiaal dat ik interessant vind ook bezorgen, dan kan ik kiezen voor personen met link. Als ik personen met link aanduid, krijg ik straks een link. Ik geef die link naar mijn collega toe en zij kan ook mijn selectie zien. Als ik zeg iedereen, dan staat mijn map open voor iedereen die Klassement gebruikt en heeft dan, nu dit is een naam die ook verdwijnt, webinar 1 april. Maar stel dat dat iets is, zoals je hier bijvoorbeeld ziet staan, vaardig worden met online tools. Wel, als wij leermiddelen vinden die daarbij horen, jullie kunnen allemaal die map ook vinden en kunnen die ook gaan volgen, zodanig als wij daar nieuwe materialen aan toevoegen, dat jullie ook de hoogte zijn van dat zijn nieuwe dingen die toegevoegd zijn. Maar dan moet het uiteraard hier op iedereen staan. Ja, dus je ziet ook, dit is een favoriet voor mij, want het hartje is nu mooi blauw gekleurd. Nu, wat wij ook heel dikwijls horen, en dan ga ik hier even mijn beheer uitzetten, is van, ja, Klassement, dat is heel veel. Wij vinden daar bijna 60.000 leermiddelen. Je ziet dat hierboven staan.
ik vind mijn weg daar niet in. Wel, de collega-moderatoren hebben heel wat deelsites voor jullie. En we merken dat dat toch niet altijd even goed gekend is. Als je lesgeeft in talen, en talen van lager onderwijs tot volwassen onderwijs, basiseducatie, in het vakdomein talen, dan kan je hier klikken op de lat hoog voor talen. En op het moment dat je daarop klikt, dan heeft collega Tina voor elk van de domeinen binnen talen een mooie selectie gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld voor als je lesgeeft in basis en secundair, Nederlands en T1 noemen we dat dan. Hè. Als je daarop klikt, zijn de materialen beschikbaar. Geef je les in moderne vreemde talen, geef je Spaans bijvoorbeeld, dan klik je op moderne vreemde talen, verder doorklikken op Spaans en al het materiaal voor Spaans is voorgeselecteerd. En dan kan je daarbinnen nog zeggen welke vaardigheid dat je wil aanwerken. Hetzelfde ook, als ik hier klik op bekijk meer, dan komen er nog wat meer mappen. Hè. Dus hetzelfde bestaat ook bijvoorbeeld voor de basiseducatie hier, geletterdheid, Centra voor Basiseducatie, Alpha NT 2 en zo verder. Je klikt op geletterdheid en dan zie je dat daar 764 leermiddelen zitten. Maar die zijn nog maar taalvakken in de basiseducatie. Dus als ik hier dan ook nog eens filter en ik zeg, ja, Alpha NT 2, dat zijn mensen die niet kunnen lezen, schrijven, met heel veel pictogrammen werken. Dus als je daarop klikt, dan gaat het verder geselecteerd worden en kom je nog op 305. Ga ik dan weer links verder op de vaardigheid en ik ga bijvoorbeeld op literatuur, dan gaan er nog 11 overschieten. Dus op die manier is het al voorgefilterd, voor talen. Maar, dan keer ik heel eventjes terug naar klassement op zich. Als ik dan op deelsites klik, net hetzelfde bestaat er voor ICT op klassement. Ja. De collega's Davy, Jan en Lien zijn daarmee bezig, zijn de moderatoren, die zowel voor pedagogische ICT als technische ICT, dus ook de ICT-coördinatoren die routers plaatsen en zo verder, kunnen daar handleidingen op vinden. Dus als jullie zelf op zoek zijn naar tools, daar vind je van heel veel tools stappenplannen om ermee aan de slag te gaan. Ja. Collega Nicolaas is verantwoordelijk voor Iedereen Telt Mee. Dat is een deelsite voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ja. Dus daar kan je ook, als je zegt van ik geef bijvoorbeeld in BUZO-les of in bijzonder onderwijs, lager onderwijs, ga dan zeker eens kijken bij Iedereen Telt Mee. Is ook netjes voorgesorteerd voor jullie. Kiezen voor stem. Ludo en Jamila zijn daar de moderatoren. Die hebben ook een voorselectie gemaakt. Ik zal ze misschien nog eens eventjes open doen. Een voorselectie gemaakt voor wetenschappen, voor wiskunde, voor engineering en zo verder. Dus ook weer daarop klikken en je kan weer verder door sorteren. Dus maar weet dat al wat je hier vindt, ook op het grote klassement staat, maar hier netjes door de moderatoren alles ingedeeld. Klassement voor de kleuterklas. Leraren die lesgeven aan de kleuters of de peuters, die gaan hier ook, maar Peter, collega Peter is moderator, gaat ook heel veel doen rond thema's. Bijvoorbeeld hier, lente. Peter heeft een voorselectie gemaakt van 117 leermiddelen. En dan kan je aan de linkerkant kiezen, ja, ik geef les aan bijvoorbeeld de vierjarigen. Dan kom ik nog op 104 uit. Dus op die manier kan je ook gaan kijken voor het kleuteronderwijs. Ook een belangrijke is, als je nu zegt van, ja, hier is gezocht op niet-niveaugebonden kleuter en 4 en 5 jaar. Je kan ook, als je zelf een zoekopdracht doet, telkens een zoekopdracht op eender welke subsite of op klassement.net, je zoekopdracht bewaren. En dat is ook een heel handige, als je dan de volgende keer teruggaat naar klassement, dat je dan daar op die manier, via die bewaarde zoekactie, direct op uw resultaten komt en ermee aan de slag kan gaan. Elke vraag, is het aanbod dat we downloaden op klassement nog steeds afhankelijk van het aantal punten dat we over hebben, of staat daar nu alles open? Wel, elke in coronatijden is klassement zeer soepel en hebben ze inderdaad alles opengezet. Dus als je nu iets downloadt, verlies je geen punten. Maar uiteraard, ik denk dat we allemaal samen sterk staan als we nu materiaal ontwikkelen, dat we het ook delen. En het is zeer leuk als je zelf dingen deelt en als je dan reacties krijgt op je leermiddelen dat je gedeeld hebt, sterretjes of in woorden een reactie,
En als er een leermiddel dat jij zelf erop geplaatst hebt, door twee leerkrachten wordt gedownload en gebruikt, dan mag je eigenlijk zeggen, well, ja, dit is toch al minstens door 30, 40 leerlingen gebruikt. Wat ook zeer tof is. Je krijgt ook die reacties. Als je, dus bij mij zit er nu met mijn belletje een 1. Dus dan heeft er iemand gereageerd op mijn leermiddel. Dus nu heeft Anja gereageerd op mijn leermiddel over de webinars nu. Maar dat gebeurt ook, bijvoorbeeld hier, Anneleen heeft gereageerd op iets dat ik erop geladen heb van quizzes. Dus dan is het leuk dat je ziet van, leuk gebruikt, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Als leerkracht, als je iets oplaat en je krijgt die reactie, dat is zeer fijn. Hè? Dus onze oproep is daar zeker van, deel het. En je helpt de leerkrachten mee. Hè? Je kan zelf eraf halen, op dit moment dus zonder puntenverlies. Een andere is, ik ga heel even naar onder, Why Not en Toonet hebben uiteraard ook een aparte blok. Dus als je op Toonet gaat, dan gaat het meer over wat is afstandsonderwijs en in verschillende modules. Why Not, hè, net hetzelfde, hebben we straks toegelicht. Oefen.me zijn allemaal oefeningen die openstaan. Dus dat zijn oefeningen die ook op klassement staan. Maar oefen.be is vooral bedoeld naar leerlingen toe. Je maakt ook een keuze op onderwijsniveau. Ik ga bijvoorbeeld er nu secundair onderwijs uithalen, om een voorbeeld te geven. Ik zoek bijvoorbeeld oefeningen voor de B-stroom. Ik kies aan de linkerkant. Ik, eerste graad B-stroom. Ik zoek oefeningen voor biologie. En ik krijg een selectie. Ik kan die oefeningen zelf gaan bekijken door op de link te klikken. Bijvoorbeeld hier aanbevelingen van de voedingsdriehoek. Ik kan die oefening bekijken. Ik kan die oefeningen nu, ze zitten in Kahoot. Het kunnen verschillende soorten zijn. Dus zijn Kahoot-oefeningen, zijn H5P-oefeningen. Het is van een beetje van alles. Stel je een oefening vindt en je wil die naar leerlingen toe. Ik had hier de voedingsdriehoek genomen. Hier onderaan zie je een cijfertje. 93104. Als ik er ga opstaan, verschijnt er een permalink. En die permalink is de link dat je naar leerlingen toe geeft. Dus oefen.be/93104. Als je die in de leeromgeving zet, of op Padlet zet, of op Simbaloo zet, of waar dan ook, dan gaan leerlingen met die oefening aan de slag. Uiteraard is er geen account voor nodig. Ze moeten niet inloggen. Ze gaan er automatisch inkomen en die oefening kunnen maken. Jij weet niet wie de oefening gemaakt heeft. Dat is wel... de kanttekeningen erbij moeten bijmaken en je kan het materiaal aangeven, maar het is niet opvolgbaar wie het gemaakt heeft. Wil je jezelf de komende tijd professionaliseren? Er zijn heel wat modules. En dan heel eventjes kijken. We hebben heel wat modules ontwikkeld. Met de bedoeling voor personalisering van leraren. Dus het thema Future Teacher 3.0 is een samenwerking met Nederland, Noorwegen en Engeland. Maar geen nood, de leermiddelen zijn in het Nederlands. Als je meer wil weten, hoe ga ik om met online leren? Wat werkt er bij mijn leerling, wat werkt er niet? Er zijn een zestal modules daarvoor. Reken ongeveer een 2 uur per module om door te nemen. Dus als je die volledig wilt doornemen, is het wel wat tijdsintensief. Hè? Dat is een 12-tal uur. Maar ook rond kwaliteit, hoe ga je dat handhaven? Rond flip in de classroom, rond het gebruik van audio, foto, videomateriaal. Dus een heleboel materialen voor jezelf te professionaliseren. Hè? Alle modules staan hier open. Ik heb nu geklikt op Design Online Leren. Zie je dat er 6 modules in zitten. Kan je gewoon doorlopen. Worden ook up-to-date gehouden. Dus als wij een aanpassing doen, staan ze ook direct live hier. Wil je het als school doorlopen, dan neem je best contact op. Want dan is het eigenlijk de bedoeling dat er eerst een intake gebeurt, waarbij dat het lerarenkorps wordt gekeken van waar zitten de pijnpunten. Een vragenlijst van 40 vragen wordt ingevuld per leerkracht. Er komt een competentieroos uit met een individueel leerplatform of leerroute. Dan jij kan starten op basis, gemiddeld of hoger niveau. Die intakevragenlijst en die competentieroos en die individuele leerroute, die zit niet op klassement, dat is technisch niet mogelijk. Dus daarvoor neem je best met ons contact op en dan zorgen wij wel dat dat kan gebeuren. Heb je na deze webinar vragen? Klassement heeft ook een forum.
stel je vragen op het forum. Hè. Wij zijn uiteraard beschikbaar als moderatoren om jullie te helpen. Maar als je op een forum vragen stelt, we zijn met bijna 240.000 leden, dus dan heb je toch wel veel meer kans om daar een antwoord op te krijgen. Als je erop klikt en je kiest hier bovenaan bericht plaatsen, je vult de titel in, je bericht in. Als het om een bijdrage gaat op Klassement, als je daar een vraag rond hebt, kan je ook daar naar linken. Uw vraag komt op het forum terecht. En nu toevallig de drie bovenste heb ik geantwoord, maar ik ben niet de enige die antwoordt. Dus iedereen kan daar als lid van Klassement op reageren en kan jouw vraag beantwoorden. Dus op die manier bereik je heel veel mensen en ook heel snel een antwoord daarop. Veerle vraagt, kan ICT-medewerker dit doen of is er daar een handleiding voor? Veerle, kan je daar iets meer specifieren waarover dat het gaat? Ik geloof dat dat een vraag was waar dat Davy al mee bezig was. Oké. Goed. Prima, Jan. En Tina vraagt, is het beter om een leerpad op te stellen om nieuwe leerstof te behandelen en samen met leerlingen het leerboek te verwerken? Ja, het hangt een beetje vanaf hoe het leerboek, als je zegt van we gaan live bijeenkomsten doen waar je korte uitleg geeft en ze gaan dan oefeningen maken, dan is dat perfect haalbaar en mogelijk. Maar het hangt een beetje vanaf van, ja, heb ik een goed handboek en kan ik daar mijn les mee geven digitaal? En zit daar oefeningen in? Of moet ik toch wel meer nadruk leggen dat ik in de klas ook doe en heb ik niet... Het handboek is niet toereikend genoeg. Dus dat hangt er een beetje vanaf. Iemand anders vraagt, hoe werk je met Simbalo, met tabbladen? Je kan daar op de plusjes, dus bovenaan, kan je meerdere tabblaadjes maken. Maar ook daar zijn stappenplannen voor op Klassement zeker te vinden. Dus als de presentatie straks bij jullie is en je klikt daarop, ga je daar naar het stappenplan voor Simbalo. Hè? Ik denk dat we zijn al iets over tijd gelopen, zie ik. Ik zie dat al 20 minuutjes uitgelopen zijn. Geen enkel probleem. Maar stel zeker uw vragen via de Q&A. Victoria vraagt, hoe heten de tools die je als leerkracht kan volgen? Dat noemt Future Teacher. Maar in de presentatie staat ook de link naar Future Teacher. Dus daar kom je op al die modules uit. Dus die kan je gewoon gaan volgen. Terwijl laat ik misschien nog vragen binnenkomen, ook herhalen dat we dit vraaggestuurde webinar stramien verder zetten. Dus er zijn er volgende week ook weer twee gepland, op dinsdag en donderdag. Beide om 10:00. We gaan ervan uit dat jullie misschien in de namiddag, als het goed weer is, een wandelingetje willen maken of de tuin willen opzoeken. Dus vandaar dat ze op 10:00. Voor dinsdag gaat er straks opnieuw een vragenformulier beschikbaar zijn. Dus dan kan je ook, als je de komende dagen aan de slag gaat, daar zeker je vragen opnieuw indienen. Hè. Elke webinar is anders dan we geven. Er zitten andere vragen in, andere tools in, afhankelijk van wat jullie insturen. De presentaties en de opname en de Q&A komen sowieso op Klassement. Maar geef ons daar nog een klein beetje tijd voor om dat te verwerken en daar op te zetten. Maar als je je mailadres hebt achtergelaten bij de start van de webinar, dan krijg je zo dadelijk nog voor de middag of net na de middag een e-mail van ons met de presentatie alvast in, zodanig dat jullie verder kunnen. Maar de opnames en zo komen in de loop van de volgende dagen online. Op dit moment zijn ze nog niet online. Ook niet de vorige, maar ze zijn wel... binnenkort beschikbaar op YouTube vind je ze bijvoorbeeld al van de voorbije dagen.